Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie wil meer informatie over de kwestie rond uitzetting van activist Asawini Edenburg. De bewindsvrouw vertelde reporters gisteren dat zij niet veel weet over de zaak. Minister Kenneth Amoksi verklaarde eerder in de media dat de zaak niets te maken heeft met de cyanide kwestie. Mathura kon dus niet veel zeggen over informatie dat de activist mensen ronselde voor een militaire training om hun grondgebied in Brokopondo te beschermen. Ik heb het inderdaad heel algemeen gehoord van de minister van Justitie en Politie. Maar wat ik weet is dat iemand uitgezet kan worden op basis van het verstoren van de openbare orde en veiligheid. En als er zaken zijn die inderdaad indruisen tegen de openbare orde. En wat is openbare orde? Is de normale gang van zaken. Wat in een bepaald gebied normaal is. Bijvoorbeeld als hier 's morgens auto's rijden, weg is open en er wordt plotseling hier protestdemonstratie gehouden of iemand komt de weg barricaderen, dan is het in strijd met de openbare orde en dan moet je echt optreden. Maar dan zou er een dossier gemaakt moeten worden van wat eigenlijk indruist tegen die openbare orde en veiligheid. En op basis daarvan zou dan een besluit genomen kunnen worden. Mathura meent te weten wat de wet zegt en dat op basis daarvan een besluit zou zijn genomen. Zelf heeft zij geen inzage gehad in het dossier dat het ministerie van Justitie en Politie heeft gemaakt. De minister kan dus ook niet zeggen over de demarcatieborden die Asawini zou hebben geplaatst te Krakka. Ik kan daarover niks zeggen omdat ik dat niet bestudeer en het ligt niet op het terrein van Defensie om het vonnis uit te voeren. Dus het vonnis, uitvoering van vonnissen is een aangelegenheid van de procureur-generaal met haar werkarmen. Ik ben als minister van Defensie er niet bij betrokken als zodanig, dus ik kan ook heel weinig erover vertellen. Minister Amoksi vertelde journalisten eerder dat de uitzetting van Asawini te maken zou hebben met activiteiten die zij sinds vorig jaar oktober ontplooide, middels plaatsing van demarcatieborden. Op die borden zou zijn aangegeven dat het grondgebied vanaf Krakka tot aan de grens met Brazilië de Saramacanes toebehoort.